Realityster Mark Gillis heeft onlangs de intensive care verlaten, maar zijn herstel verloopt nog steeds zeer traag. Zijn vader, Peter Gillis, deelt in een recente update dat het proces echt stapje voor stapje vordert. De familie biedt waar mogelijk steun, maar ook zij ervaren een zware periode vol zorgen en onzekerheid. Het herstel van Mark vereist zowel fysieke als mentale inspanningen. Hij ondergaat een intensieve therapie waarbij hij niet alleen fysieke oefeningen doet, maar ook mentale trainingen zoals geheugenoefeningen. Daarnaast moet hij taken uitvoeren zoals het in elkaar zetten van objecten en wordt hij aangemoedigd om zelfstandig na te denken en te spreken. Ondanks de vooruitgang is het voor Mark nog steeds een uitdaging om met de lichamelijke en mentale belasting om te gaan. De 28-jarige Mark werd vorige maand met een ernstige longontsteking in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De familie Gillis is dankbaar voor de zorg en toewijding van het medisch personeel en waardeert de medeleven en steun van iedereen die aan Mark denkt. Deze steun biedt hen kracht en motivatie in deze moeilijke tijden.